Nou, de voorbijgangers die troffen op het strand een dode haai aan. En die belden de politie daarover, de politie van Hoek van Holland. Die gingen ter plaatse en die zagen van, nou ja, het is een dode haai, die moeten we afvoeren in ieder geval. Ze stelden ook vast dat het niet een gewone hondshaai was die wel vaker aanspoelt, maar een bijzondere soort. En daarom hebben ze ons opgebeld. Hij staat op alcohol, hè, dit? Ja. Is dat gewoon alcohol die ook het Schiedammer naar binnen slaat? Ja, maar niet 70%, althans hoop ik. Dit is namelijk 70% alcohol. Want hiermee bewaren we eigenlijk alles. Dus ook de maaginhoud, alle organen, alles zit er nog in. Dus we bewaren de maximale informatie. En hij is op deze manier beschikbaar voor onderzoek, onderwijs en tentoonstellingen. Maar voorlopig zullen we hem gewoon hier in het depot bewaren. Maar die heeft echt wel zo'n typische haaienbek, hè? Jazeker, ja. Dit is echt een typische haaienbek, maar geen typische haaientandjes. Want ik kan er zo met mijn vinger overheen gaan. Die zijn helemaal niet scherp. Dit is dus niet een haai die überhaupt, als hij het al zou willen, een hap uit je been kon nemen. Dit is een haai met een gebit wat is aangepast om harde dingen te kraken, om krabben te vinden en kapot te bijten en ze dan op te peuzelen. Hier maar aan de bovenkant, kijk eens heen. Hartstikke mooi zeg. Ja. Ja, daar zien we waar hij zijn naam aan dankt. De prachtige vlekjes, hè? Bijna stervormige witte vlekjes. Ja, het is gewoon een hele, hele mooie vis. Wat wel opvalt, met name hier richting de staart, is eigenlijk dat hij er wat magertjes uitziet. Ja. Dus het zou best kunnen, en dat kunnen we nog gaan onderzoeken later, dat hij ziek was. Dus we gaan nog kijken of er iets in zijn maag zat. Misschien heeft hij wel lang niet gegeten. Hij meet 92,5 centimeter en weegt maar 2,3 kilo. Dus het kan zijn dat er wat mis met hem was.